Het is lente in de Betuwe en het nieuwe terras van Hotel Tiel is bijna klaar. Klaar voor de zon. Ja, het terras wordt echt heel mooi. De gemeente heeft de dijk mooi aangelegd, de bomen gesnoeid. Dus je hebt nu ook een goed zicht vanaf de Rijksweg en vanaf de weg Tiel in op het terras. Er komen open haartjes, er komen barbecues. Het wordt echt een belevenisterras. En natuurlijk een groot speelkasteel voor de zomer voor de kinderen. En in de winter waarschijnlijk een ijsbaan. En inmiddels is het Grand Casino alweer een jaar geopend. Het casino gaat heel goed. En je ziet ook nu dat het ook echt een functie krijgt in de regio. Waarbij mensen 's avonds uitgaan en naar het casino gaan. We zochten de Tielse wethouder op en blikten terug hoe het allemaal ontstond. Gert-Jan van der Valk en Frank Kasteleins kwamen samen naar het gemeentehuis om een oriënterend gesprek te hebben. Gert-Jan van der Valk was bezig met de nieuwbouw van zijn hotel. En Frank Kasteleins die wilde met de gemeente overleggen of het mogelijk was om daar een casino in te huisvesten. Ja, naarmate wij meer gesprekken voerden, meer vertrouwen kregen, werden we zelf ook steeds enthousiaster. En hebben we daarin vol meegewerkt. En zijn we heel blij met het casino wat er nu is. Want na een jaar bewijst het zich wel. Het heeft inderdaad die aantrekkingskracht die wij verwacht hadden. Het ziet er mooi uit. Het is een prachtig concept. En de samenwerking is nog steeds zoals wij toen hoopten dat die zou blijven. Dat is zo gebleven. Inderdaad, mooie woorden van de wethouder. Hè? We hebben een fantastisch jaar achter de rug. Heel veel gezelligheid in het casino, altijd wat te doen. En dat wij veel te doen hebben, dat bewijzen we weer door een echte feestweek te organiseren voor ons één jaar bestaan. En als klap op de vuurpijl geven we een reis naar Las Vegas weg. Om mee te doen aan die reis naar Las Vegas doen we nu elke zondag live muziek. In die loterij winnen mensen gouden loten. Met die gouden loten doen ze mee aan de trekking. Dus welkom in Grand Casino Tiel. Lente in de Betuwe betekent volop bloesem. Dat moet je zien op de fiets. Mijn maand is onze fietsmaand bij Van der Valk Hotel Tiel. En niet alleen in Tiel, maar eigenlijk door heel Nederland. We adviseren onze gasten om van ons fietsarrangement gebruik te maken. Daar zit een overnachting en een driegangen diner bij. De bloesem is in volle bloei, waarbij je met de e-bike langs kunt fietsen en kan genieten van de prachtige omgeving hier in de buurt. We hebben diverse fietsarrangementen waar men gebruik kan maken van deze fiets, inclusief een lunchpakketje, zodat de gasten op pad kunnen gaan. Onze Cigar Lounge is op de begane grond. Makkelijk toegankelijk voor iedereen. Net voorbij de Chicho Bar. Onze koffiebar met de verschillende koffieconcepten. Als u ook een liefhebber bent, net zoals ik, dan hoop ik u binnenkort in de Cigar Lounge te ontmoeten. En dan kunnen we misschien samen een sigaartje opsteken. Recent vertelde general manager Jan Rutgers dat de uitbreiding in zijn team zat aan te komen. Dus ik heb ook een aantal goede gesprekken gehad met potentiële kandidaten voor food and beverage manager. Dat is deze Chris Rijmakers geworden. We zochten hem op in het restaurant. Ik ben Chris Rijmakers. Ik kom uit Brabant en ik woon hier in de Betuwe. En ik ben hier F&B manager sinds kort. Ik ben een lange tijd weg geweest. En ja, ik ben daar een lange periode, ik ben hier al eerder werkzaam geweest in de beginperiode. Dus ongeveer 30 jaar geleden denk ik. Weer het vandaag niks, hè? Kom rustig een keertje terug. Ja, tot ziens. Dag. Mijn uitdaging is om vooral hier in de regio de mensen weer gewoon enthousiast te maken voor ons bedrijf. Die hebben natuurlijk een aantal jaren hier een toren zien verrijzen, zeg maar. Heel veel mensen zijn nieuwsgierig en wat ik zo leuk vind is om die mensen dus dat te laten zien straks. Dat ze dus enthousiast worden, dat wij in ieder geval een ander bedrijf neergezet hebben als dat het jaren terug was. Yes? Binnenkort praten we verder met Chris Rijmakers over zijn werkzaamheden. Nee, die gaat eruit. De Mud and Water Challenge. Annabelle is druk bezig met de organisatie. Ik sta hier op een obstakel van de Mud & Water Challenge. Als je denkt dat dit een uitdaging is, we hebben op 19 juli langs de waterobstakel van Nederland. Durf jij de uitdaging aan? Be ready. Schrijf je in op mudandwaterchallenge.com. Live cooking in Hotel Tiel. Iedere zaterdagavond voor één bedrag onbeperkt eten en drinken. Iedereen is enthousiast. Ja, dit is al de tweede keer. Binnen 3 weken. Dan kun je nagaan. Schaam. Wanneer kom jij?